Hoe bereid je je voor op Koningsdag? Ja, het enige wat je dan kan doen is je daaraan overgeven. Maar je kunt je natuurlijk ook een beetje aankleden. Hier is iemand jarig, geloof ik. Ook een leuke dag, de koning bijvoorbeeld, die is vandaag jarig. Maar hier staan mensen die zich helemaal uitgedost hebben. Hallo. U zingt voor de koning? Uiteraard, ja. 50 jaar, hè, mijlpaaltje. Dus we zijn erbij. U bent er ook helemaal op gekleed? Ik ben er helemaal op gekleed inderdaad. Hè. Mooi oranje is niet lelijk, toch? Ja, hoe belangrijk is die outfit op zo'n dag? Nou ja, het geeft toch een stukje nationaliteit. Samenhorigheid, een nationale kleur zo. En het is een feestelijke kleur, hè? Dus ja, alleen maar goed. Nou zijn jullie hier samen, denk ik dan. Ja. Waarom zijn jullie hier op afgekomen vandaag? Nou ja, als dan Willem in Tilburg is, dan moet je er ook bij zijn. Hè? En hier heb je de beste plek, denk ik. Dus op tijd opgestaan en nou hier aan de gang. Ja, hoe vroeg? Ja, een minuutje of 9. Oh, dat is nog schappelijk. Nee, op tijd, ja. Maar u zegt als Willem er is, dan moeten we erbij zijn. We kunnen ook lekker gewoon thuis op de bank. Waarom wil u dan hier komen kijken? Dat kan ook altijd op de bank inderdaad. Maar ja, als je er live bij kan zijn, dan moet je er live bij zijn. Hè? Op de bank kan altijd. En we nemen het op, dus kunnen we het altijd naar terugkijken. Als je er live bij kan zijn, dan moet je er live bij zijn. En zo is het. Hier beginnen ze ondertussen een beetje op te warmen. De band, het orkest wat hier gaat spelen. En de sfeer komt er dus langzaam in.